Dit was het mooiste resultaat wat we wilden. Dat hij gewoon helemaal van tafel ging. Ik had even een paar seconden nodig voor mezelf om het goed te begrijpen. Goed tot mij te laten doordringen. En daarna was ik natuurlijk ontzettend blij. En dat is niet zo gek. Als promovendus aan de TU Delft was het voor Benno moeilijk om zijn onderzoek uit te voeren. Want in kernreactoren, ook in die van de TU, mocht hij niet meer komen vanwege een sanctieregeling die in 2008 werd ingevoerd. Die regeling verbood Nederlandse Iraniërs in contact te komen met gevoelige nucleaire informatie. Maar volgens de rechter gaat de Nederlandse regering te ver. Die regel moet van tafel. Voor mij persoonlijk betekent dat er geen beperkingen meer zijn. Dus ik hoef een samenwerking niet in het buitenland te gaan zoeken. Wat ik wel van plan was als de regeling van kracht zou blijven. Maar dan heb ik helemaal geen beperkingen meer. Mag ik gaan en staan waar ik wil en mag ik samenwerkingen aangaan met wie ik wil. Of de staat nog in hoger beroep gaat, is nog niet bekend. Ik denk het niet, maar ik weet het niet. Voor hetzelfde geld wil de staat hier wel doorprocederen. Nou, dan lussen we ze rauw. Maar eerst is het tijd voor een feestje. Nou, champagne moet nog ontkrukt worden, maar daar gaan we voor zorgen.